eerste keer dat ik deze plek tegenkwam, was ik echt totaal overdonderd. Ik fietste over de Veluwe en kwam niets vermoedend het bosrand af. En in één klap zag ik een immens gebouw. Een sphinx, een kathedraal. Eigenlijk een wezensvreemd gebouw in een immense ruimte. Ik wist niet wat het was. Je voelt wel onmiddellijk dat het een gebouw is wat betekenis heeft. En dat het niet zomaar een gebouw is, dat er over nagedacht is. Dat er een statement gemaakt wordt. Maar welk statement en welke betekenis het heeft, ik wist het niet. Maar je bouwt niet zomaar een kathedraal midden op de Veluwe.